verhuizen en ik heb hele handige tips. Ik hou van verhuizen. En zo minimaal één keer per jaar, meestal tegen de tijd dat ik de voorjaarsschoonmaak krijg. Wel zo handig. Maar door al die ervaring heb ik natuurlijk ook heel veel tips. Nou, en die ga ik met je delen. Wat ik een hele goede tip vind van mezelf, dat is, ik heb wat meer antiek of, nou ja, al heb je geen antiek, maar een kast. En die zou je in je eentje moeten versjouwen omdat je geen zin hebt om de buurman uit te nodigen. Kijk, heel slim. Ik heb een matje. Die doe ik even onder de twee poten van de kast. Dan pak ik het matje op met die poten van die kist of kast. En dan kan ik hem zo de kamer uitglijden. Zonder probleem, geen gewicht, niks. Dag buurman, fijne zondag. En wat is er dan nog meer zo leuk aan verhuizen? Dosis pakken. Ja, en daar ben ik nou echt heel erg geweldig in. En het komt bij mij ook allemaal heel over. Want wat doe ik? Ik zet mijn bordjes rechtop in de doos en niet plat. Want als het dan neerdondert, ja, dan zit er veel meer spanning op, alle bordjes kapot. Maar als het rechtop staat, nee hoor, dan rinkelt het alleen maar. En je servies staat gewoon helemaal veilig en goed in de kast. Glaswerk ook overigens. Zo, ik ben in mijn nieuwe huisje en ja hoor, daar begint het alweer boren. Nou, Boor en ik zijn geen goede vriendjes. Alles gaat fout wat maar fout kan gaan. Dus meestal hangt het ook, of staat het een jaar op de vloer. Maar, hele slimme schilder was hier nog bezig. En die zegt tegen mij zo van, jonge vrouwtje, dat is helemaal zo moeilijk niet. Nee, want je maakt met van dat schilderstape maak je een kruisje. Daar waar je dus je iets op wil hangen. Nou, je pakt de boor. De boor die kan door dat tape niet verplaatsen of hoe naar beneden slaan. Dus geen ongelukken. En nou, je boort zo de muur in. Zo'n dingetje erin. Schroefie. En mijn klok hangt. Ja, 3:20. Helemaal goed. En dan denk je, nou, mooie muren in mijn nieuwe huis. Nee hoor, zitten hier of daar. Een soort potloopstreepje of iets van de timmerman, hè, nummer 39. Nou ja, dat wil je allemaal niet. Nou, daar heb ik een heel simpele tip voor. Ja, ik heb altijd wel een tandenborstel en tandpasta bij me, want de tandjes moeten glimmen. Nou, en dat doet jouw muur ook. Maak gewoon maar eventjes je borsteltje nat. Gewoon alsof je je tandjes gaat poetsen. Nou, je krijgt die zwarte streep heel snel weg. En vervolgens doe je met een nat vochtig doekje na. Bye bye zwart streepje. Ik heb daar mijn tafeltje neergezet en mijn stoeltjes. Maar nee, hij staat niet leuk, dus het moet naar de andere kant. En ondertussen zitten natuurlijk in mijn vloerbedekking allemaal van die putjes. Nou, dat is zo lelijk. Maar ik heb een hele goede tip. Gewoon een gietertje en wat water. Nou, je giet die moeten. Giet je vol met water. Volgende ochtend zijn alle haartjes van de vloerbedekking staan weer recht overeind. Even stofzuigen en klaar. Ik hoop dat jullie wat aan mijn tips hebben gehad. En ik ga weer snel door met de volgende doos.